ik heb net even mijn haar gewassen. Ik dacht, neem jullie even mee. Klein beetje in het proces van hoe ik me klaar maak. Nou, ik ga het eerst een beetje detangelen. Een beetje ontklitten. Goed uitborstelen. En daarna ga ik het feunen. Ik ga denk ik vandaag gewoon voor hele losse krullen. Een beetje slagen / krullen. Gewoon mooi golvend. Het resultaat zie je straks wel. Ik ga het nu eventjes lichtelijk feunen. En dan met de feunborstel straks. Tijd voor mijn make-up nu. Heb gehaald en die schoenen die ik laatst had gekocht, zo mooi, heerlijk outfit. Nou, Fix is er al. Ik ga Fix is er weer en we gaan nu richting Den Haag. Eerste opnamedag van Festival Weekend en doe mee als artiest en als host, dus fingers crossed, wish me luck. Ik ga mijn best doen. Hey, onze auto. Ja man, ik ben echt zo excited. Ik ben zo blij met mijn pakje, nieuwe die ik heb besteld. Sla hier af naar de... Nou guys, we zijn echt weer na lange tijd in Den Haag. En het zonnetje schijnt zo, zo flink. Heel lekker. Nou guys, we zijn bij 2112 Music Platform in Den Haag. En hier gaat het allemaal gebeuren vandaag. En ja, super leuk man. Ze hebben hier livestreams, ze hebben hier echt van alles. En de eigenaars zijn geen onbekenden. Mag je een beeld of... Ja? Aniel toch? Ja, klopt. Aniel en Sushil heet je broer, hè? En Sushil van... Oh, die komt zo. Oh, gezellig. Van Scotown en Massalsa. Super leuk, man. Ja, echt leuk om hier te zijn. Ja. We gaan wat leuke dingen doen vandaag. Heb ik hier al een beetje over verteld. Ik ga nog niet te veel loslaten, maar ik ga jullie wel wat sneak peeks geven, uiteraard. En vergeet allemaal niet te kijken naar de livestream op 3 april. Dus het gaat echt heel leuk worden. En dan, weet je, en, dan pak ik gelijk in één keer zo. Ga je weer vlaggen. Dan ziet het er sluitend op. Het einde. Ja, is goed. Ja, nee, is goed. We wachten op je. Oké. Misschien kun je hier nog wel opzetten. Hier is het. Je een beetje naar voren. Ja, mooi. Daar heb je die twee en die twee. Ja. Die zijn goed, want die kunnen kort. Oké, middels... ik ga even iets anders uitproberen, ja? Even. Even kijken. Hoor je nu niks? Gaat het in één keer heel dun klinken? Ja. Nou jongens, we hebben net al één gedeelte opgenomen, interviewtjes en alles en zo. En we gaan nu de live performances opnemen. En hier ga ik de artiesten eigenlijk
voor het eerst echt live horen, zeg maar. Behalve Saga, die heb ik natuurlijk vaker live gehoord, maar de rest nog niet. Dus dat wordt wel spannend, man. Maar het is echt een leuke ruimte. Studio 2112 in Den Haag. Ja, volgens mij gaat hij dit wel hebben. En het is constant eventjes, weet je, verbouwen en even kijken naar de show. Scherm hoe dat eruit ziet. Goed is te zien. Dus, leuk man. Toch weer even wat anders, hè? Dan een standaard livestream. We gaan het zien. Alleen rechts iets meer in die hoek, iets meer in de hoek. Ja, en dan naar beneden. Ja, perfect. Daar precies. Ja. Microfoon. Ja, gaat u als eerst? Ja, we hebben wel mic nodig. You might never gonna bring me down. Si vos te mames, vos te mami, mami, pero está mío. Si vos te mames, lo mismo vemos dos pasar. Dagen vliegen mij voorbij als vogels in de lucht. De zakdoekjes maar, jongens. Ik ga een klein stukje zingen, ja, want die eigenlijk alleen bij een refrein. Die complete tekst is lang, weet je. Ja, je maakt de short version van. Ja, gewoon een. Ja, is goed. Even testen. Ja. Even gitaar en zak, dan kan hij ook fijn audio of de balans goed is. Nazar na lag jaye kisi ki raahon mein. Chupa ke rakh lo aa tujhe nigaahon mein to ho na ja. Oh my love, na na na. Wacht, even die akkoord, ja. Na 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 na. Moet je een bank? Nee, ik zit gewoon. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth.
Die uno gewoon. Oh, me. Darling, just I'm crying. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love. Oh, there's none. I will not give you up this time. Darling, just hold me slow. Your heart is all I own. And in your eyes are dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect. Dat weet je nog niet. Nou. Waarom heb je groene nagellak? Dit is toch niet groen? Jawel. Nee. Jawel. Kijk goed, dit is toch niet groen? Jawel, het lijkt net groen. Nee hoor, kijk goed. Lichtblauw. Is paars. Lila paars. Helemaal niet. Is lila. Denk je dat ik niet weet wat lila is? Nou guys, ik ben net thuis. Echt net. Nou ja, ik was echt op tijd, maar ik was niet op tijd. Ik was echt zeker een paar minuten na 9 pas binnen. Maar ik vind het zo jammer, hè, die avondklok. Vooral tijdens dit soort dingen ga je het echt merken. Als je gewoon lekker in die flow zit, lekker bezig bent. En weet je, die vibe was zo lekker vandaag. Het was ook gewoon... Het was niet alleen Hindustaanse muziek, maar ook gewoon Engelstalig, een beetje westerse vibe. Gewoon echt een fusion. En ja, Engelstalig is gewoon altijd echt mijn ding geweest. Dus ik zat er zo lekker in en ik had nog wel tig nummers kunnen bedenken voor die mix. En nog meer kunnen uitbouwen. En ja, en dan moet je ineens op het laatst echt gaan opschieten en haasten en... Ja, naar huis, weet je. Dus daar baal ik wel echt van. Maar ja, zaterdag hebben we dan nog opnames. Ook in het theater van Zoetermeer. Dus daar kijk ik wel echt heel erg naar uit. Ik ga nu lekker douchen. Mijn make-up eraf halen. En even lekker tot rust komen. Want naast dat ik heb gezongen, was ik natuurlijk ook host. En dat was wel even een dingetje. Dat was wel... Ja, dat is nieuw voor mij. Om een hele aflevering te hosten. En was even wennen. Maar het ging op zich heel natuurlijk. En dat is wat de organisatie ook wilde. Dat het gewoon spontaan zou gaan. En dat we gewoon allemaal onszelf zouden zijn. En mocht er een foutje, mochten we ons verspreken of iets, dan gaan we dat niet corrigeren. Gewoon lekker erin laten, weet je. Echt het proces zoals we in de studio meemaken als artiesten. Gewoon echt op beeld laten zien. Dus echt de realiteit. En jullie weten, degenen die mijn vlogs volgen, die weten... Ik ben echt gewoon van het niet in scène zetten van dingen, maar gewoon echt live as it is, weet je. Vind ik gewoon heel belangrijk om te laten zien. En ja, dus dit was echt mijn ding. En ja, echt. Het was wel... Ja, we waren daar, even kijken, 2 uur. En het was tot 8. En we hebben echt constant zijn we bezig geweest... We hadden, Rakesh had ook broodjes besteld. En die hebben we eigenlijk pas na de opnames gegeten. Ik in de auto. Dus ja, zo druk waren we eigenlijk, weet je. En we zaten er ook gewoon helemaal in. Dat was zo leuk. Dus ja, ook al zeiden ze van we kunnen even pauze houden. We hadden zoiets van nee man, we zitten gewoon zo lekker in die flow. Dus ja, maar ik ben nu wel echt moe, moet ik zeggen. Dus ik ga gewoon lekker in bed liggen. Lekker even wat vlogs kijken. En even kijken, morgen is het vrijdag. Nou, en dan hebben we zaterdag nog een opname. Dan hebben we de week daarop, 3 april, nog de livestream. En tijdens die livestream worden dus deze
opnames uitgezonden. Dus ja, echt leuk man. Gewoon vooral nu, weet je, daar had ik het net ook over met de artiesten. Nu merk je echt gewoon, weet je, tijdens die lockdown, dan waardeer je gewoon echt die momenten dat je gewoon lekker muziek kan maken. Lekker even buiten bent, lekker aan het oefenen bent, even je creativiteit uit en dat soort dingen. Dus, ja man, vooral nu besef je dat eigenlijk. Nou, jongens, ik spreek jullie morgen weer. Gekregen. Wauw. En wat nog meer? En dit. Een dagboekje met een sleuteltje. En dit. Zo. En deze mooie unicorn. Wow, dat is een sieradendoos, hè? Kan je versieren. Mooi hoor. Ja. Dat is leuk, hè, bij de actionwear. Ja. Ja. En deze. Dat is mooi. Nou, we hebben lekker eten besteld en we wachten nu. Het is India's eten. We wachten nu tot het bezorgd wordt. Ik heb er ook paratha's bij gemaakt. En ja, we wachten dus nu op het eten. Yes. Curries. Oh, wat er dan? Okay. Mm, die geur, je ruikt het al, ruikt echt goed. Goedemorgen. Vandaag tweede opnamedag van Festival Weekend in het theater in Zoetermeer. Ik zie er niet uit. Maar goed, ik ga even een lekkere koffie halen. Even lekker goed wakker worden. En straks weer lekker muziek maken. Ik heb gisteren nog geoefend. De tracks. En ik ben gisteren nog naar de action geweest trouwens. Ik had dat niet eens verteld, hè? Of wel? Ik weet niet eens meer wat ik wel heb gevlogd en niet. Maar nou guys, ik heb even lekker gedoucht. Mijn huid gescrubt. Maskertje opgedaan van Face Theory. Doet wel echt wonderen voor mijn huid, moet ik zeggen. Ik heb binnenkort ook een kortingscode voor jullie. Ik krijg weer wat nieuwe producten die ik ook ga uittesten. En ik ga me nu verder klaarmaken. Nou guys, ik ik zou vandaag eigenlijk een jurk van mijn zus aandoen. Maar ik vond iets anders leuks in mijn kast. En hij is eigenlijk echt super leuk. Zo leuk! Oh, ik ga even meteen ruiken. Jullie zijn echt. Oh, lekker man. Ja? Ja man, kijk, fixe jas. Ik vind hem zo tof. Hi. Lekker hè? Oompie Fix. Oompie Fix. Arie noemt hem Oompie Fix. Je hebt een bestemming bereikt. Zo, het is echt koud. Nou, we zijn bij het theater. Alright, we zijn in het theater Zoetermeer.